We gaan 50 bedrijven benaderen voor iets gratis in ruil voor promotie. Serieus? Ik denk dat we echt veel gaan krijgen. Yep, ik denk van niet. Zouden we bijvoorbeeld een hotelovernachting in het allerduurste hotel van Nederland kunnen krijgen in ruil voor promotie? Oh, als dit lukt! De DM is verstuurd. En nu is het afwachten of ze gaan reageren. Tijd voor nummer 2. MSF, we hebben er nog 50 te gaan. En er zitten echt de lijpste dingen tussen. McDonald's. Ik heb honger. Ik heb ook echt honger en een burgertje moet wel lukken. Ja. Is het een goed bericht of niet? Ja. Het moet wel een beetje serieus. Ik denk dat het wel lukt. We zijn bij de McDonald's. We gaan naar binnen vragen of we iets gratis kunnen krijgen. Denk dat dat namelijk beter werkt. Ik heb een mooi pitchbord gemaakt. Ze kunnen hier toch geen nee op zeggen, of wel dan? Hoi. Hallo. Zou ik de manager kunnen spreken? Hallo, hallo. Nee. Wij zijn van het YouTube-kanaal Gnome Movies. Hallo, hallo. Alex. Wij hebben 1 miljoen abonnees. Of ja, bijna. 65.000 volgers op Instagram. Dit weet ik niet wie dit heeft neergezet. Maar onze vraag is, zouden wij iets gratis kunnen krijgen in ruil voor promotie? Wat is je lievelingsburger? Ik lust wel een chili chicken. Nee, dat wordt geregeld. Top! Bedankt! Dikke shout-out aan de McDonald's! Mmm, wel lekker! Wakepark Roermond. Hey, ik heb gruwelijk veel zin om te wakeboarden. Mag ik even langskomen? Denk je dat het mag of niet? Ja, nee. Hij is onderweg, de vraag is alleen... Hoe lang gaat hij het volhouden? Woehoe! Hij doet het wel even hoor, hij doet het wel even. Oh jongens! Ik ben een beetje spannend! Hij staat nog, gaat hij nog overleven? Dikke shout-out naar het Beaver Creek Wakepark in Roermond. Ik ga even opgooien. De paté. Kunnen in principe gewoon gelijk erin. En dan staan we in één keer voor de paté. Ja, ik heb echt gruwelijk veel zin in de film. En als ik mag kiezen, een Sinterklaasfilm. Hoi. Ik heb een vraagje. Wij zijn van het YouTube-kanaal Glow Movies. 1 miljoen abonnees. Instagram-volgers. Tinder matches. Ja, dat we hebben al allebei een vriendin, maar goed. De vraag is, zouden we misschien gratis naar de film kunnen in ruil voor promotie? Ik denk niet dat dat een optie is, maar ik kan even een manager halen. Ja, kan je even een manager halen? A few moments later. Wij zijn van het YouTube-kanaal Glow Movies. Ben je nu aan het filmen? Ja. Nee. Liever niet. Oké. Okay. Zouden we misschien gratis naar de film mogen in ruil voor promotie? Nee. Nee, dat is duidelijk. Dan gaan we weer. Shit! Allemaal LPT in de comments. Onze eerste keiharde afwijzing. Man, wat gaan hun spijt krijgen? Hema Nederland. Ik vind jullie hotdogbroodjes overheerlijk. Ik heb stiekem heel veel zin in een broodje hotdog. Ik ga er gewoon heen. Hoi. Is dat de leidinggevende? We hebben eigenlijk even een vraagje, als het kan. Ja. Wij zijn een video aan het opnemen en we proberen met ons bereik iets gratis te krijgen. Wil jij wat komen? Zo makkelijk gaat dat. Yes! Ik had zoveel honger. Zie je maar, als je influencer zijn, dan kan je alles regelen. Ik heb goed nieuws. En ik heb slecht. Het hotel heeft nog niet gereageerd. En was het goede nieuws? Het kan nog altijd. Het hotel, dat moet toch wel lukken. Dat wil ik echt. Gazelle bikes. Ik was mijn fiets kwijt, maar zag hem hier in de DM staan. Nu ik er toch ben, kunnen we er eentje gesponsord krijgen. John Deere. Ik zou het zeggen. We doen om en om. En wie heeft ervoor gedaan? Ik. Dus dan ben ik. Trekker in ruil voor promotie. Dit zou heel mooi zijn als wij een tractor gesponsord kunnen krijgen. Ja, maar je kan altijd gewoon proberen. Dat is mijn merk. Ziggo Dome. Is er nog een kaartje vrij voor een opkomend concert? Wel VIP natuurlijk. Kijk de zon die dan zo de maan. Ja. PSV. Eindhoven. Ajax. Ik hoop eerlijk gezegd dat we niks krijgen. Zouden we een Ajax shirtje gesponsord kunnen krijgen? PSV. We hebben PSV ook in bericht gestuurd, dus ik zou het doen. Wie denk je dat ik ga reageren? PSV of Ajax? Ik denk eerlijk gezegd PSV. Ajax heeft waarschijnlijk volgend jaar pas promotie nodig. Die snap je niet. Natuurlijk wel. Dames en heren, ik kreeg een melding dat er een pakketje was bezorgd. Maar het zijn er 2. Rek! Ik had het serieus echt niet verwacht. Waar beginnen we mee? Vanuit Amsterdam. Een Ajax sjaal! En ik moet het nu zeggen, Ajax, bedankt. Dan ben ik nu heel erg benieuwd wat PSV heeft opgestuurd. PSV heeft opgestuurd. Een muts! PSV, ook heel erg bedankt. Burger King. Honger. Honger? Ja, soms moet je een beetje hard to get spelen. Knoppower kleding. Moest het nou zo? Ja? Daar is hij! Ik hoorde dat er niks breekbaars in zat. Knoppen, mok! Is hij niet kapot, want we hebben er mee gegooid. Dit is echt. We hebben zelfs een bal gekregen. Die is niet rond.
Ik weet niet wat er met die bal in de hand is, maar... Oké, we gaan even een andere aanpak proberen. Wellicht dat dit nog beter werkt. Hey dames en heren, welkom bij Turf te Vragen. Vandaag zijn we in het Utrecht. We gaan kijken of we gratis ijsje kunnen fixen. Hoi, hoi, hoi. Hij is van het tv-programma SBSF. 6. Even opnieuw, even opnieuw. Hallo, wij zijn van het programma SBS. Even opnieuw, even opnieuw. Hallo, wij zijn van het tv-programma SBS 6. Van het... ik klopt helemaal niet. YouTube, bijna 1 miljoen abonnees. Instagram, 65.000. Tinder, 42 matches. Dat is wel lang, hè? Ja, dat is oude data. Oh ja, oké. Okay. Joepie, joepie! Heel erg bedankt. Ga naar Razzle. Make sure dazzle. Focus drink. Hoeveel flesjes kunnen jullie mij geven in ruil voor promotie? Niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, maar 4. Holy shit. Dit zal wel genoeg zijn. Wij hebben het komende jaar geen dorst meer. Het Rijksmuseum. Ik haat museums, maar ik wil het toch. Ik haat museums, maar we willen het toch proberen. Gratis ticket in de ruil voor promotie. Dit is echt kansloos. Samsung Nederland. Mijn telefoon is kapot. Mag ik een nieuwe? We gaan het wagen. We gaan het wagen. Just do it. Tattoo shop. Gaan we het echt doen? Ja, ik hoop dat ze niet gaan reageren. Zouden we een tattoo mogen in ruil voor promotie? Dit wordt een spannende, dit wordt een spannende. Slecht nieuws, ze hebben gereageerd. Eén van ons gaat een tattoo zetten. Ja, wie? Ik ga niet eens een tattoo zetten. Snee, papier, schaar. Shit. Er gaat een tattoo gezet worden. Daar gaat hij jongens, de naald staat in mijn arm. En nu is even wachten tot het einde staat. Hij staat erop jongens, hij staat erop. Ja, gaan we kijken. Yes. Ik vind het vet. 9 streepjes van de 900.000. Dus dat betekent bij de miljoen komt er een streepje bij. Abonneer op ons kanaal. Center Parks, het meerdal. Mogen wij een dagje gesponsord komen zwemmen? Ik denk dat het Fonishol is, boven aan de glijbaan. En dat we aftellen. 3, 2, 1. Ik hou van wildwaterbaan. Hertog Jan. Ik heb gruwelijke dorst en zin in een gesponsord goudgele rakker. Zouden ze reageren, ja of nee? Bol.com. Stuur ons een product naar keuze en we promoten jullie in onze video. Dit is gewoon een hele goede vraag. Lamborghini. Ja. Denk jij echt dat we een Lamborghini krijgen? Ik acht de kans heel klein. Klum. Klum. Stuur ons maar ergens naar een onbekende locatie met het vliegtuig. Dan zorgen wij voor goede promotie. Gaan we naar de volgende. De Albert Heijn. Wij zijn smaakexperts op het gebied van frikandelbroodjes. Toen nog niet zo gebaren. Voor de doof, hè? Zouden we er misschien eentje mogen proberen? En ik heb gewoon zin in een frikandelbroodje. Coolblue. Dunkin' Donuts. Oh! Dunkin' Donuts. Oh, zouden wij één donut gedonateerd kunnen krijgen? Even woordgrapjes. Die is leuk. Die is leuk. We zijn bij de Dunkin' Donuts. Hoi. We zijn van de Just Crack Glow Movies. Ja, dit zijn onze statistieken. En we zijn op zoek naar een gratis donut in ruil voor promotie. Nee, sorry. Succes. Ja, het kan niet altijd meer zitten. Sorry, jongen. Ik had echt wel zin in een donut. Ik ga denk gewoon niet kloppen. Ja, daar zijn we weer. Alweer? Ja, doe mij toch maar door dat ik betaal hem maar gewoon. Helaas moeten we wel alles blurren. Ik heb er gewoon voor betaald. Louis Vuitton. Mijn drip is wack. Kunnen jullie mij sponsoren met een mooi item? Waarom weer die vuur-emojis? Scapino. Met een C. Aangezien Louis Vuitton ons niet wil sponsoren, zijn we op zoek naar een nieuw merk. Weer die vlammetjes. Ja, ik dacht nou dat ik zo. Ja. Nike. Ik maak een foto van mijn Adidas schoenen. Als jullie mij sponsoren met nieuwe schoenen, gooi ik deze weg. Man City, a.k.a. Manchester City. Can I get a Haaland shirt in order for our promotion? Dat werkt denk ik wel. Dat klinkt goed, hè? Dat klinkt verrekkers goed. Race Bay Venray. Het circuit. Oh, dit is leuk. Ik stuur een Formule 1 auto. Oh, sorry. Per ongeluk jullie DM ingereden. Maar zouden wij een rondje mogen maken op het circuit in ruil voor promotie? Die is wel leuk. Die is leuk. Die moet werken. Die moet werken. We zijn bij Race Bay Venray. Holy shit. Hier zijn we daar gewoon aan het racen. Oh, dit is wel. Oh, ik moet er wel een sportstand zetten. Ah, joh, dit is toch niet normaal? Kom in de DRS-zone, aan. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ja? Wat maken we ermee? Dikke show naar Race Van Rij. We gaan er weer van tussen. Rituals. Rituals is echt het meest standaard cadeau wat er bestaat. Ja.
Dat klopt. Makita Nederland. Makita versus Milwaukee versus DeWalt. Eindstand, alle drie niet gereageerd. Boekenwereld. Hey, dit is ons boek. We hebben er zelf helaas geen meer aan. Dat is serieus dan. Dat is serieus dan. Dat is allemaal weggegeven. Zouden we er eentje kunnen krijgen? Wat ben je aan het doen? Er staat er nog één. We hebben er wel nog één. We hebben er wel nog één. Ja, boeien. Dit is ons boek. Rick en Jesper maken er een zooitje van. Het is te verkrijgen in alle winkels en op de site. Wil je een leuke cadeau voor Kerst of Sinterklaas? Zet hem dan op je verlanglijstje. Rick en Jesper maken er een zooitje van. Genoeg reclame. Door naar de volgende en op naar het hotel. Gymshark. My workout clothes are eaten by a shark. Could be Resive and now said exchange for promotion. Resive? Ik heb gewoon Google Translate gedaan. Intratuin. Intratuin. Wij hebben deze plant nodig voor een nieuwe video. Wat zijn er voor planten? Dat is een wietplant. TFC. Goedenavond, mag ik even bestelling? Hoi, goeiedag. Wij zijn van het YouTube-kanaal Glow Movies en we hadden contact met TFC. Yes, was er een klachtenlijst, meneer? Wat lief? Groen hem. Oh, yep. Groen hem, nee. Hoi, goeiedag. Wij zijn van het YouTube-kanaal Glow Movies en we hadden contact met TFC op Insta. Ja? En we zien op Insta. En als het goed is, konden we gratis een bucket ophalen. Ik heb ook niks gehoord van de managers. Ik kan niet zomaar een bucket geven. Ja, heeft u niet een potje mayonaise of zo? Ik wil garlic mayo, is mijn lievelingssaus. Yes, dus we hebben toch niet iets gratis gefixt. Domino's NL. Ik zou hier een heel verhaal van kunnen maken, maar mogen wij een pizza in ruil voor een shout-out? Ik heb echt honger, hè? Ik heb echt honger. Ja, dan moet je even wachten tot het bericht. Bericht van Domino's, bericht van Domino's. Bericht van Domino's, hebben we gericht. Vergadering, vergadering, vergadering. Wat tof om te horen dat jullie ons hiervoor benaderen. Wat hadden jullie precies ingedaan? 6 pizza's. Show naar de Domino's. Wij gaan lekker genieten van de pizza. Ja, ik ga gewoon eten. Ik heb echt zo'n honger. Tuin Nederland. Aangezien we zo hard aan het werken zijn aan onze YouTube-video's, hebben we snel even rust nodig. Kunnen jullie niet toevallig een vakantie sponsoren? Ja, dat is gewoon de waarheid. Diep triest. In vakantie. De Efteling. Kunnen we een dagje Efteling gesponsord krijgen? Hoop dat jullie sneller kunnen reageren dan de wachttijden in jullie park. Knipoog, knipoog. Kunnen we dat maken? Hoezo? Het hotel heeft nog steeds niet gereageerd. Ik dacht al, wat doe jij nou weer? Oh. Tuinruil Tikkiebad. Rozen zijn rood, in de tuin staat een hijskraan. Mag ik alsjeblieft één keer gratis van jullie glijbaan? Tudun! Kikkers zijn groen, meer dan 20 waterglijbanen vind je op Tuinruil. Dus kom naar het Tikkiebad en wel snel. En dan staan we een keer in het Tikkiebad in Tuinruil. Voor de mensen die zich afvragen waarom hebben jullie het tikkiebad voor jullie alleen. Het is 7 uur 's ochtends. Kijk, ik moet... Oh shit! Het water is wel nat vandaag. En dan om 7 uur 's ochtends. Oei, ik ben wakker. Stoep TV. Zouden we wat merch opgestuurd kunnen krijgen in ruil voor promotie? Gewoon heel simpel. Het antwoord was nee. Ja. Om naar de NN. 3, 2, 1, start! Oké, let's go, let's go. Ik ga eerst naar de aapkopjes. Dan gaan we naar de bananen. Oh, lekker. Lange sliert er nog. Ik wil eigenlijk zo nog wel iets. Even... Welke? 3, 2, 1. Stop, stop. Handen omhoog. Jamin, heel erg bedankt voor deze mogelijkheid. Kom hier ook een snoepzakje halen. Jamin en Femrij. Hey, let's go. De fotograaf. We hebben een nieuwe profielfoto nodig. Zouden jullie eentje kunnen maken in ruil voor promotie? Dat is serieus, we hebben echt een slechte profielfoto. Dus we moeten een nieuwe. De fotograaf heeft gereageerd en het was een ja. Dus we zijn er gewoon heen gegaan. Ziet er goed uit? Ziet er goed uit? Jeff, je ziet er echt prachtig uit. Ik straal, hè? Hallo, 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 hallo. Wij komen voor een foto. Je haartjes, zit ze goed? Shoutout naar Don Belsjes Venray. Heel erg bedankt. En hier komen de foto's. Wat een prachtfoto zeg. Ik heb nog nooit zulke mooie exemplaren gezien. XXL Nutrition. XXL Nutrition X Glow Movies. Klinkt als een te gekke samenwerking. Het is een beetje over de top, moet ik zeggen. Wat? Sorry jongens, ik moest even naar de wc. XXL Nutrition zei dat ze wel iets konden opsturen. En het is binnen. Oh ja. Thanks voor de poll. Show dan naar XXL Nutrition. Clean Nutrition. Is van Joel Burgers, dus we hebben Joel Burgers een bericht gestuurd. Dit is een zware doos. Dit is echt een zware doos. Het ziet er nou uit of er echt veel in zit. Dat ziet er echt uit, hè. Wat een pakket, wat een pakket. Dat is niet normaal. Dikke zo naar de Joel Burgers, Clean Nutrition. Yep. Moeten we niet even iets gaan nuttigen? Ah! Ah! Ah!
lekker je hebt. Wat is dit voor oefening? Ik zou het doen. Ik hoop dat de buren niet aan het kijken zijn. Grills House. Van die bekende schoenen allemaal. 2 dagen later en Grills House heeft wat opgestuurd, jongens. Het is echt zwaar. Holy shit. Volgens mij zijn het gruwelijk dure schoenen. Holy shit. Off-white drawers. Deze ding kost 2000 euro. Show dan naar Grills House. Bedankt voor de schoentjes. Zoals jullie beiden weten regelen we met ons bedrijf Grills House exclusieve sneakers. 4 jaar geleden hebben we een paartje sneakers mogen ontvangen ter waarde van 1500 euro. Althans, dat dachten we. Het paartje sneakers bleek nep te zijn na controle. Hebben we nou neppe sneakers ontvangen? Het is nu aan jullie om weer te doen wat jullie willen. Starbucks. Wij als meest succesvolle YouTube-kanaal van heel Nederland willen graag even een kopje koffie komen drinken bij jullie. Je lust niet eens koffie. Ik lust geen koffie. We gaan het bij de Starbucks proberen. Ze hebben niet gereageerd, dus we gaan er gewoon heen. Hallo. Sorry, ik ga niet filmen. Not filming? Yeah, no. But we want something free in the... No? De Gamma. Je moet er toch wel even een OSB-plaatje of een 4x4 vuur geschapen lat van krijgen. Dat hoop ik wel. De Gamma heeft gereageerd, jongens. Jullie geloven niet, maar ze hebben serieus gereageerd. Alleen ik moet het pakketje ophalen in de winkel zelf. Ze hebben er nog niet bij gezegd wat het is. A few moments later. Ik heb even geen idee wat het is. Een smart wifi plug. Hier kunnen we wel wat mee. Na wat bellen en mailen hebben we serieus iets kunnen regelen. Ja, dit is... Kijk hoe dit eruit ziet. Ik ben zo benieuwd naar de kamer. Holy shit jongens, we zijn net het hotel binnen. Het is veel te luxe. Het is echt niet. Ik weet niet waarom, maar ik durf er niet hard te praten. Het kan toch niet dat we dit gewoon gekregen hebben? Dit gaat zo luxe zijn. Holy shit. Kijk hoe luxe het is. Holy pepperoni. Prachtig uitzicht. Hier gaan we gewoon slapen, ja. Badkamertje ziet er ook echt prima uit. Echt heel mooi. Ah, prachtig. En het allergrootste pluspunt. Ik hoef niet samen met Jesper in één bed te slapen. Perfect. Denken jullie echt dat we dit totaal gratis hebben gekregen? Helaas hebben we hiervoor moeten betalen. Maar ik heb wel heerlijk geslapen. Dus we hebben jullie geprankt. Nou, wat moet ik nog zeggen? Abonneer en doei!